ingrediënten zijn die ik ken als mijn broekzak. Toch is een ei van binnen zacht en maakt het koken het hard. Dat is de natuur. Je hebt het mis, het is helemaal andersom. Aan de natuur kunt u niets veranderen. Laat de natuur hier buiten! U bent nu echt niet slim. Zo kende ik u nog niet. Idioot! Wat zegt u? Het raadt maar al te graag. Ha! Idioot! Ik zal dit ei op een koppige kop breken. Dan zien we of het zacht of hard is van binnen. Welke grofheid, en dat in mijn eigen huis waar ik bij ben. De eitjes pas in het water dompelen als het water kookt. U kan er werkelijk niks van. Kijkt u dan nooit televisie? Kan geen kwaad nogthans. Haal die eieren uit dat water, het is nog te koud. 5 à 10 minuutjes. 30 minuten minimum. U bent werkelijk in de war. Een ei hard koken duurt 10 minuten, dat weet een kind. Dus nu 10 minuten wachten. Dat wordt niets, compleet mislukt. Het smaakt u nogthans wel. Het smaakt hoegenaamd niet. Hoort u dat? Hoegenaamd niet. Maar een mens moet zich voeden. U bent ondankbaar. Anders gaan we dood, toch? Een mens moet nu eenmaal eten. Wat gaan we vandaag doen? Waar hebben we zin in? Ik denk dat u zich vergist. We hebben nergens zin in. Ik wens deze dag alleen door te brengen. Gaat u gerust een ander gelukkig maken. Haha! Die zit. U maakt mij wat verdrietig. Goed dan, uw eitje is klaar. Eet smakelijk. Ik heb geen trek meer. Ik heb me vergist. Voor vriendschap moet je met twee zijn. Dat zei mijn moeder altijd. Maar ik voel me hier plots heel alleen. Nog eenzamer dan bij niemand. Moet ik dan alweer vertrekken? Door wind en regen? Immer op zoek naar iemand een warme plek? Wat als een storm opsteekt onderweg? Vallende takken? Ik geef u geen hand. Ik keer droevig terug naar huis. U vergeet uw pet.